Hallo, mijn naam is Nout van der Velde, expert strength en conditioning van Topsport Gelderland. In deze kennisclip neem ik jullie mee in de bewegelijkheid van ons lichaam. In de meeste beweegvormen die wij zien, is het niet één gewricht wat beweegt, maar is het een samenspel van verschillende gewrichten. Het ene gewricht beïnvloedt de functie van het andere gewricht. Als je bijvoorbeeld kijkt, als je van onder naar boven werkt, dan beginnen we met de voet. De voet heeft een voetboog. Daar zit een gewricht wat gebaat is bij stabiliteit. Als dat een stabiel gewricht is, dan is er een stugheid in de voetboog, waardoor dat je een reactief grondcontact kan hebben in verschillende loopvormen. Het zorgt er ook voor, als dit stabiel en sterk is, dat de voet niet naar binnen zwikt, waardoor dat de enkel gewoon in functie kan blijven van wat hij moet doen en niet naar binnen geklapt is. Nou, de enkel is dan inderdaad het volgende gewricht wat daarop volgt. Dat is een gewricht wat gemaakt is voor mobiliteit. Het kan naar voren en naar achteren bewegen en ook naar binnen en naar buiten. Dus dat wil je graag bewegelijk houden en zo min mogelijk stijfheid in laten veroorzaken. Dan heb je het kniegewricht. En het kniegewricht kan zeker bewegen, naar voren en naar achteren. En dat is dan ook alle beweging die je wilt dat het maakt. Je wilt niet dat er een speling opkomt en dat hij naar binnen en naar buiten kan. Daarop volgt het heupgewricht. Het heupgewricht is een kogelgewricht. En kogelgewrichten hebben de eigenschap dat ze heel mobiel zijn, heel bewegelijk. En je kunt ze naar voren en naar achteren bewegen, maar je kan het ook opzij doen. Je kunt het schuin naar voren doen. Dus daar zitten heel veel beweegmogelijkheden in. Dit is ook echt een gewricht wat bij uitstek gemaakt is om te bewegen, om bewegingen uit voor te zetten. Daarnaast zitten er ook nog hele grote spierpartijen omheen, zoals de bilspier, die er ook voor zorgen dat je er behoorlijk wat kracht uit kan genereren. Gekoppeld aan het heupgewricht zit eigenlijk de onderrug. En wat ik in de praktijk heel veel terugzie, is dat bijvoorbeeld buikbewegingen, iets van de grond pakken of een deadlift, of even kijken als je een squat bijvoorbeeld hebt, dat we zien dat het heel moeilijk is voor veel sporters, en met name jonge, wat minder getrainde sporters nog, om de beweging vanuit het heupgewricht te maken. Al heel snel wordt de beweging vanuit de onderrug gehaald. Wat zeker mogelijk is, maar wat niet wenselijk is. Want op het moment dat jij een buiging in je onderrug gaat maken met extra weerstand erop of met een hogere snelheid, dan komt er een grote druk op je tussenwervelschijven, wat weer blessuregevoelig is. Nou, als je dan naar boven gaat, dan kom je in de bovenrug uit en de schoudergordel. Nou, de schoudergordel die wil je ook stabiel kunnen houden. Die wil je goed naar achteren houden, want op het moment dat je de schouderbladen een beetje naar elkaar toegetrokken hebt, hè, en dus niet zo naar voren hangt, dan zorg je ook dat het schoudergewricht zelf goed in positie is. En dat is dan weer een kogelgewricht wat veel moet kunnen bewegen. Nou, om nog heel eventjes terug te gaan naar die schoudergordel bijvoorbeeld. Ook daarin zie je veel terug dat we in het dagelijks leven veel voorover zitten. We zitten achter een laptop, achter een bureau, überhaupt het zitten. Maar ook de telefoon zorgt dat we heel erg naar voren georiënteerd zijn. Waardoor dat de schouders ook altijd wat naar voren getrokken zijn. En daarmee eigenlijk uit positie raken en niet volledig functioneel zijn voor hetgeen wat ze zouden moeten kunnen. Ik heb een aantal oefeningetjes voor jullie die jullie thuis kunnen doen om je degeneratie, dus het eigenlijk minder goed kunnen bewegen, wat gewoon in de loop van je leven kan gaan ontstaan, om dat weer terug te winnen, dus te regenereren. Het zijn 5 oefeningetjes, of in ieder geval voor de 5 gewrichten, voor de voet, de enkel, de knie, de heup en de onderrug, die pak ik daarin samen. En de schoudergordel. Nou, ik hoop dat jullie de ruimte voor kunnen vinden om dat in deze tijden, nu je toch veel thuis zit, wat mee aan de slag te gaan. Zodat je straks, als het seizoen weer is begonnen, in beweging kan komen met een lichaam wat helemaal weer functioneert zoals het ooit bedacht is. De stabiliteit van de voet train je eigenlijk al mooi door op blote voeten of op sokken door het huis te lopen. Je kunt daarbij ook op de buitenkant van de voet gaan lopen, waarmee je de voetboog wat op spanning zet, maar ook de mobiliteit vanuit het enkelgewricht traint. Dit kun je ook nog doen door op de binnenkant van de voet te gaan lopen. Daarmee de voetboog versterken en het enkelgewricht mobiliseren door op de tenen te gaan staan. Dit kun je intensiveren door sprongetjes te gaan maken waarin er nog wat meer druk op de voetboog komt te staan en waardoor het sterker wordt. De mobiliteit vanuit het enkelgewricht kun je ook trainen door dicht bij een muur te gaan staan en proberen met je voet steeds verder weg te komen en de knie nog steeds de muur aan te blijven tikken, waarbij de hak tegen de grond op de grond moet blijven. Zodra dat de hak niet meer op de grond blijft, zet je een stapje dichterbij.
Dit kun je ook doen terwijl je achter de laptop zit of aan tafel, door je voeten steeds verder onder de stoel te plaatsen waarbij de hak nog steeds de grond blijft raken. Op het moment dat deze loskomt, plaats je je voeten iets verder naar voren en zet je nog wat druk op de kuit en het enkelgewricht. Stabiliteit vanuit de knie kun je mooi trainen tijdens het opstaan en gaan zitten op een stoel. In dit geval met één been, maar dat kan uiteraard ook met twee. Dit kun je ook nog trainen door uitvalspassen te gaan maken waarbij je een stok gebruikt om meteen de rug te stabiliseren. Stok maakt contact tussen het stuitje, schouderbladen en achterkant hoofd. Terwijl je uitvalspassen maakt, wil je net als met het opstaan van de stoel de knie zo min mogelijk naar links en rechts laten bewegen. Nou, met deze stok kunnen we ook de mobiliteit, beweeglijkheid vanuit het heupgewricht trainen, waarin dat je naar voren buigt en de stok het stuitje, schouderbladen en achterkant hoofd blijft raken. De schouders brengen we in positie door de schouders op te trekken, naar achter te brengen en dan op de figuurlijke kapstok te halen. Dus dat zien we hier nog een keer. Optrekken, naar achter brengen en af laten hangen, dan zitten ze in positie. En je kunt dat ook nog dynamisch trainen door de schouderbladen naar elkaar toe te werken, door twee duimen omhoog te laten steken en als het ware te gaan fladderen.